Goeiedag. Wij gaan een update van 13 mei 2020. Vandaag met aandacht voor de status en informatie over het coronavirus in de regio Rivierenland, waarin wij u zoveel mogelijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de regio. En wij u natuurlijk adviseren om ondanks de versoepeling van de maatregelen nog steeds thuis te blijven. Het landelijk aantal positief geteste personen is gestegen naar 43.211. En de ziekenhuisopnames zijn gestegen naar 11.430. Het aantal overleden personen is gestegen naar 5562. Maar hoe is de situatie in onze regio per gemeente? Wij gaan de kaart en het overzicht. Allereerst ziet u op de kaart het aantal inwoners van uw eigen gemeente en dan de ziekenhuisopname per 13 mei. In Culemborg zijn dat 21 personen. In Buren zijn dat 16 personen. In Neder-Betuwe zijn dat 34 personen. In West-Mazenwaal 17. 41 personen in Tiel en in West-Betuwe, de combinatie van Geldermalsen en Neerijnen, zijn dat 42 personen. Dat houdt in dat in totaal 171 personen zijn opgenomen in het ziekenhuis en er zijn ook alweer veel mensen ontslagen. Maar toch is het aantal overleden personen regiogenoten momenteel opgelopen tot 86 personen. En nogmaals, heeft u meer dan 38 graden koorts, moet u hoesten en ademt u moeilijk, blijf dan thuis of bel in ieder geval de huisarts. En ondanks de versoepeling van de maatregelen, houd afstand, die anderhalve meter, is het nog steeds het advies om dat te doen, hoe moeilijk dan ook. En misschien is dit wel het nieuwe normaal. Een balie met plexiglas en ingebouwd afzuigsysteem. Twee Gelderse ondernemers kwamen op het idee door een Fins onderzoek. En uit dat onderzoek blijkt dat het virus ook via de lucht overgedragen kan worden. Hoe gaat dat in zijn werk? Een impressie. Hier werken twee Gelderse bedrijven aan een uitvinding. Hun innovatie moet ons helpen veiliger te bewegen in een samenleving waar virussen in de lucht zweven. En dus is afstand houden volgens hen niet voldoende. En nou zit ik op ruim anderhalve meter afstand. Als ik nu in mijn elleboog kuch. Het punt is, als je dat niet filtert, ja, dan hang je er op een gegeven moment een hoeveelheid virussen. Hoe meer deeltjes in de lucht, hoe groter de kans op besmetting. Plexiglas beschermt tegen klodders en spetters van niezende mensen, maar niet tegen rondzwevende virussen. We zullen dat simuleren door middel van rook. Zie je dat hier helemaal heen drijft? Waardoor ze toch nog bij de assistent komen of bij de zorgverlener komen. Dat willen wij hiermee helemaal voorkomen. Dit systeem moet ervoor zorgen dat dit risico uit de lucht wordt gehaald. Om er zeker van te zijn dat hun uitvinding echt werkt. Zie je, nu trekt hij er onmiddellijk in. Hebben de bedrijven de balie laten nakijken door de onafhankelijke wetenschapsorganisatie TNO. De gemeente Neder-Betuwe heeft het eerste prototype al staan. De bibliotheek Zinder is nog niet open en er wordt nog hard aan gewerkt. Een korte impressie. Dat ik door de deur heen kan. Lukt net niet. Nu open gaan lukt net niet. Succes! Er worden al spullen geleverd om straks goed en veilig te kunnen werken in coronatijd. Maar afgelopen maandag opengaan was niet mogelijk, ook al mocht het wel. Er moest bijvoorbeeld eerst een protocol komen voor de bibliotheken. Vervolgens gaat dat protocol ook nog langs de gemeentelijke crisisteams. Ook die moeten daar nog een goedkeuring aan geven. Nou, op het moment dat dat in orde is, dan kunnen wij... Nee, niet dat we de spullen nog niet besteld hebben, besteld, maar er zitten best wel levertijden op. Maandag gaat er in iedere gemeente in het Rivierenland minimaal één vestiging open. Alleen om boeken in te leveren of op te halen. We kunnen open op het moment dat we dingen veilig kunnen doen. Veilig voor onze klanten, voor onze medewerkers en vrijwilligers. Is het wel zo dat, nou ja, met name ook, ook onze medewerkers, maar ook een groep vrijwilligers, zit toch ook een grote groep tussen die in de kwetsbare doelgroep zit. Dus ja, niet iedereen staat te springen om of kan weer beginnen vanwege die reden. Niet overal gaat de bieb dan ook open. Het openen van een vestiging is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de ruimte die we hebben in een vestiging en ook, ja, welk gebouw zit het, met welke andere gebruikers delen we het gebouw. Vanaf 2 juni kunnen bezoekers weer zelf de boeken van de planken halen.
Als het goed blijft gaan natuurlijk. Tot zover de update van 9 mei 2020. Heeft u nieuws, tips of een muzikale bijdrage? Dan kunt u ons mailen naar info@regionieuws.tv. Of u volgt ons via de website regiotvtiel.nl. U kunt natuurlijk ook gewoon de televisie aanzetten. Dank voor uw aandacht, blijf gezond en tot de volgende keer weer.